Het is belangrijk een vitale leefstijl van jongs af aan te stimuleren. Het Quantified Self Instituut van de Hans Hogeschool Groningen onderzoekt, ontwikkelt en test samen met verschillende partners een self-tracker voor kinderen en jongeren. Ik studeer Advanced Sensor Applications aan de Hans Hogeschool en voor mijn afstuderen heb ik een prototype self-tracker ontwikkeld. Deze self-tracker bestaat uit een bewegingssensor, processor, opslag en batterij. Binnen het project Wearable Technologies for Active Living ontstaat kennis die wordt doorvertaald naar innovatieve en duurzame producten en diensten. Voor alle betrokken stakeholders is het echter belangrijk dat er economische en maatschappelijke waarde wordt toegevoegd. In dit project richten we ons met name op de regionale ontwikkeling. Daarnaast zijn wij bezig met nationale en internationale projecten op het gebied van personalized digital health.